Wat kan er veranderen voor vrouwen op het gebied van intimiteit en seksualiteit na een transplantatie? Algemene gevolgen van een transplantatie die invloed te kunnen hebben op intimiteit en seksualiteit zijn in het inleidende filmpje genoemd. Het gaat bijvoorbeeld om de ziekte zelf, vermoeidheid, verandering in de partnerrelatie, schade aan bloedvaten, bijwerkingen van medicatie en veranderingen in hormonen. Specifieke gevolgen voor vrouwelijke seksualiteit kunnen samenhangen met de algemene gevolgen, maar bijvoorbeeld ook met een veranderd lichaamsbeeld. Het kan dan zijn dat je minder zin hebt in seks, minder seksuele opwinding ervaart en de vagina minder vochtig wordt. Dit is normaal en komt vaak voor, ook bij vrouwen die geen transplantatie hebben ondergaan. Om zin in seks te kunnen krijgen, zijn een aantal dingen nodig. 1. Een goede context. Lekker in je vel zitten. Zit het goed tussen jou en je partner en is de situatie geschikt? 2. Communicatie over seksualiteit. En 3. Prikkels die aan lichamelijke intimiteit of seks doen denken. Je kunt hier rekening mee houden of het zelf beïnvloeden om goede omstandigheden te creëren. Na een ziekteproces en een grote ingreep zoals een transplantatie is het weer even zoeken wat voor jou de juiste omstandigheden zijn. Als je positieve ervaringen opbouwt, wordt het makkelijker om weer zin te kunnen krijgen. Om je seksueel opgewonden te kunnen voelen, is het nodig dat je je kunt concentreren op je lichamelijke aanrakingen en dat je positieve of opwindende gedachten in je hoofd hebt. Dit is niet voor iedereen even makkelijk. Sommigen zijn sneller afgeleid of hebben ook minder positieve ervaringen op het gebied van seks. Het kost vaak even tijd om weer in de positieve modus te komen en positieve ervaringen met een nieuw lijf op te doen. Gun jezelf deze tijd ook. Dit kun je ook eerst alleen doen als dat bij je past. Dan hoef je geen zorgen te maken over of je partner het nog wel leuk heeft. Neem de tijd om je nieuwe lijf en de nieuwe omstandigheden te leren kennen. Doe dit stap voor stap, zonder dat meteen alles moet lukken. Begin bijvoorbeeld eerst met het ontdekken van je lijf zonder de geslachtsdelen aan te raken. Onderzoek wat je wel en niet prettig vindt aan aanraking, bijvoorbeeld onder de douche. Dit kan alleen of met je partner. Stap voor stap prettige ervaringen opbouwen leidt vaak tot opwinding en zin. En dan wordt de vagina ook makkelijker vochtig. Een praktische aanvulling kan zijn het gebruik van glijmiddel, maar blijf wel aan je opwinding denken. Veel plezier!